Mevrouw de premier, uw minister van Binnenlandse Zaken die deed zich de afgelopen tijd nogal stoer voor. Iedereen die de coronamaatregelen overtrad, hoe onduidelijk of absurd die soms ook waren, die kreeg een fikse boete. U staken ervan bezoeken aan de kust, boete met twee op een bankje, boete met twee aan de toog, boete uw horecazaak voorbereiden samen met de collega's op de opening, boete. En nu krijgen zelfs de werknemers van Swissport in de luchthaven een boete. Het reglement dat ze een boete zullen krijgen als zij samen gaan rouwen om hun collectieve ontslag. Bijna 150.000 coronaboetes werden er uitgedeeld. En tot daar, mevrouw de eerste minister, kunnen we nog enigszins volgen. Maar wat zagen we dit weekend? Niet minder dan 10.000 mensen troepten samen in onze hoofdstad. En ze brachten daar niet alleen onze volksgezondheid in gevaar, ze vandaliseerden onze straten en ze plunderden onze winkels. En het ergste van al, mevrouw de premier, is dat uw eigen minister van Binnenlandse Zaken zijn steun had uitgesproken voor deze plundertocht. Hij noemde de beslissing van de Brusselse burgemeester om de betoging door te laten gaan een, en ik citeer, verstandige beslissing. Hebt u uw regering wel nog in de hand, mevrouw de premier? Twee weken geleden zei minister De Krem nog na het incident in Anderlecht dat het de laatste keer was dat we geweld zouden zien tegen de politiemensen. Daar zou hij zelf voor zorgen. Maar wat zagen we deze zondag? Politieagenten die vernederd werden, die bekogeld werden met kasseistenen en verkeerslichten en bovenal politieagenten die in de steek werden gelaten door de politiek, in de steek werden gelaten door u, door uw regering en door het Brusselse stadsbestuur. Het enige dat zij mochten doen was incasseren. Ik vraag mij dus af, mevrouw de premier, of u het nog langer zal blijven tolereren dat winkeleigenaars, burgers en politieagenten het slachtoffer worden van de wereldvreemdheid van uw regering. Wat vindt u zelf van een minister van Binnenlandse Zaken die zulke betoging toelaten een verstandige beslissing noemt? Moeten wij daar als burgers nog vertrouwen in hebben? Telkens wanneer er door u of door vele van de collega's hier in het parlement wordt gesproken over het geweld tegen de politie, dan hebben jullie het over een kleine groep jongeren in bepaalde wijken die geen respect hebben voor de politie. Maar wees nu toch eens eerlijk, kijk nu toch eens echt naar de realiteit. Het gaat hier niet om een kleine groep jongeren. Het gaat hier om een zeer groot deel van de bevolking. Een deel dat steeds blijft groeien zolang de grenzen wagenwijd openstaan. Het gaat hier niet om bepaalde wijken. Nee, het gaat hier om elke stad in ons land. Elke stad in België waar die door jullie zo geliefde multicultuur opduikt. Daar moet de politie ogen hebben op hun rug. En het gaat hier niet zomaar om geen respect voor de politie. Zeg. Het gaat hier om bruut fysiek geweld. En niet alleen tegen politie. Mensen, ook buschauffeurs worden aangevallen, brandweermensen worden in de val gelokt en ambulanciers die moeten intussen al steekwerende vesten dragen. Prachtig toch, hè? Die multicultuur. Doe die politiek correcte oogkleppen nu eindelijk eens af en kijk eens naar de realiteit, mevrouw de eerste minister.